amuseren. Kom nog niet te kamperen, want wat kun het niet schelen. Het leven is een feest, ik wil een dag genieten. Gaan morgen toch niks weten, want wat's de hupste hart, dat munt ik kennen. Ja, beste kiekers, je ziet het, rood, geel en groen hebben gegaan. Dat betekent dat ik in de vastelavondsfeer al ben. En ik heb een paar weken geleden al gezegd van Esther een vastelavondsvereniging is die je de paard ziet, dan moet je eerst dat bij TV Limburg laten weten. En ik heb er iemand gevonden. We hebben prinsen, we hebben vorsten, we hebben markiezen. Maar die vereniging, de mineurs uit Maastricht, die hebben een hertog. En wat dat betekent, dat kan ik noemens onderzoeken. De mineurs, nou, dat heeft dus ook met kasematten van Gaans Vreugde te maken. En dat waren eigenlijk de mijnenlegers. En dat waren dat de mijnenlegers die dus in de kasematten het verdedigingswerken van Maastricht liepen, die door de Genk kropen met de bommen en de keugel, die zwoer keugel wat ze vroeger hadden, boem Maastricht met verdedigd woord en de kasematten met verdedigd woord. En dat waren de mineurs. Je hebt ze gewoon zin erin, geloof ik, in de vastelavond, hè? Frans, dit hebben ze toch van kinds af. Wel ze dat toch al? Vroeger, bij mijn ouders in de café ben ik goed gebracht geworden. En dan kon ik me weer dat je vragen. Het is gewoon een gevoel, ja, dat moest. Ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik zeg, ik vind het zo chic. En ik ga ervoor. En ik zal het volk van mijn strings laten zien wat vastelavond is. Ik zit nu op een goede wolk. Ik ging naar onder. Ik zie allemaal de lui uit mijn streek. Ik. Hertog maakt de tweede. Kan ze klaarstomen voor de vastelavond. Dat beloofd. Iedereen. Dus nu hebben we wel eens maakt de tweede gekregen. En dat is een patat, hebben we gedacht. Maar heb je nog een touw, hè. De maakt in eerste wel een chique, hè. Gewoon een chique. Maar dit is eigenlijk, ja, dat is een superlatief, hè. Er is ook nog jarig, nu op dat ogenblik, dat film om filmen zien. Ja. Wie jong is een hertog geworden? 49 jaar. 49 jaar ben ik geboren. En ik voel me op het ogenblik een kind van 8 jaar. Zo is het gewoon. Ik kan niet amuseren, kom nog niet te traferen. Want wat kan het niet schelen? Het leven is een feest. Ik wil vandaag genieten, van morgen toch niks weten. Want wat ze hebt gehad, dat neemt ik geen hand. Vastelavond hing in de log in Limburg. Ik had de kriebels, iedereen heeft de kriebels, hij is het heel erg gezellig in de café. En ik zou zeggen, houd ik allemaal gezond. En dan jongens, wat zeggen we? Tot de volgende week donderdag! Wat man! Ik wil een dag genieten, van morgen toch niks weten. Want wat ze het gehad, dat neemt u geen hand. Dat neemt u geen hand. Dat neemt u geen. Come on!